Hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes, in deze bijeenkomst voorafgaande aan de Nationale Dodenherdenking om 8 uur bij het monument op het Wethouder van Dronkelaarplein. Een bijzonder welkom aan de burgemeester, mevrouw Mirjam van het Veld. I would to extend a very warm welcome to Mr. and Mr. Hall and their host John Hamming. Ebenfalls ein herzliches Willkommen an der Herr Bürgermeister Joite von unserer Partnerstadt Iserlohn und seine Referentin Frau Bischof Kreuze. Willkommen. Oktober 1942. Mijn overgrootvader, Henri François Joseph de Wijngaard, weg van zijn grote liefde genomen om uiteindelijk in Birma te zijn aangekomen. 3,5 jaar omringd door haat, honger, pijn en droefenis. Iedere dag werd hij steeds meer omringd door de duisternis. Maar in die duisternis vond hij iets. Een soort licht, een beseffing, een vorm van kracht. De liefde en hunkering naar familie. En liefde, ja, dat is waar hij op wacht. Elke dag schreef hij naar zijn lief. Beschreef zijn dag en zijn gemis in elke brief. Hij smeekte voor haar vergiffenis, dat hij haar moest verlaten. Hij heeft zich beseft door iedere dag te moeten overleven en af te vragen dat zolang hij zou leven, hij ernaar moet streven om nooit de hoop te vergeven en zich in vrijheid weer bij zijn liefste mamsje te herenigen. En dat is wat hem in leven hield. Het vertrouwen, het weten dat wat er ook zou gebeuren, hoeveel dagen hij ook in het zand knielt, hoeveel papieren hij met zijn woorden moet bekleuren, dat zij net zo op hem zat te wachten als hij. En de vrijheid die was nabij. Die vrijheid die kreeg hij. 1945 was de oorlog eindelijk voorbij. Het wachten op zijn lief is geschied. Er is een einde aan al dat verdriet. Vandaag is het thema vrijheid verteld. Zoals mijn overgrootvader sprak over zijn tijd zonder vrijheid, heeft mijn vader het aan de wereld vermeld. En zo verklaar ik nu, ook hier, in vrijheid, om te bewijzen dat alleen echte liefde, haat en afgunst bestrijdt. Al bijna 80 jaar is het om 4 mei om 8 uur 2 minuten stil. De gedachte achter de stilte verandert met de tijd. We herdenken vandaag alle slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Tegelijk houden we volgende generaties een spiegel voor over de impact van humanitaire rampen en de verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft voor vrede en veiligheid. Het verdwijnen van de directe getuigenis in combinatie met de spanningen van vandaag maken het belang van herdenken en herinneren alleen maar groter. De situatie in de wereld houdt ons een spiegel voor. We moeten blijven beseffen dat onze vrede kwetsbaar is. Het voorkomen van oorlog en onderdrukking, van haat en onverschilligheid begint klein. Bij ons, vandaag, zoals we hier bij elkaar zijn. Het begint bij hoe we tegenover de ander staan. Het begint met de vraag of we onze angst voor de ander kunnen overwinnen met nieuwsgierigheid naar die ander.